We willen met de Ukkie-concerten willen we echt klassieke muziek brengen naar de allerjongste muziekliefhebbers. En dan bedoel ik echt heel erg jong, tussen 4 maanden en 18 maanden. Omdat we ze een bijzondere ervaring willen geven met hoe mooi klassieke muziek kan zijn. En wat voor ook effect het kan hebben op die kleintjes. En we merken dat heel goed aanstaat. En het is zowel voor de ouders en opa's en oma's als voor de kleintjes leuk om dat mee te maken. Nou, wat we doen, we spelen echt klassieke kamermuziekwerken en liederen. Dus niet alleen van Mozart, maar ook van Schumann, van Brahms. Afgewisseld met enkele musical nummers ook. Dus we hebben echt gekozen voor highlights uit de klassieke kamermuziek. En daarbij betrekken we ook het publiek, het jonge publiek bij het concert, door bijvoorbeeld af en toe mee te zingen. Want Olifantje in het bos, dat is een melodie geschreven door Mozart. Dus dan speel ik Mozart en dan kunnen de kindjes en de ouders meezingen. Of soms meewiegen. We hebben bellenblaasmachines. Ze mogen rondkruipen, ze mogen meeklappen. Dus het is en interactief, maar ze kunnen ook gewoon lekker genieten van de muziek. Nou, elk optreden is een optreden, vind ik. Dus je geeft altijd het meest wat je kunt. Omdat ook de kleintjes merken het als je niet helemaal vol overgave speelt. Dus wat dat betreft is het hetzelfde. Maar natuurlijk is het niet zoals in het concertgebouw dat iedereen stil blijft zitten op een stoel en alleen klapt wanneer het stuk is afgelopen. Nee, die kleintjes die mogen gewoon alles tijdens het concert. Dus ze mogen ook kruipen of praten of lachen of soms huilen als ze dat moeten doen. Dus daar zit wel een verschil in. Wij spelen eigenlijk gewoon altijd door als de kleintjes moeten lachen of huilen. Of zelfs als ze het podium op komen lopen. Mijn zoontje komt ook wel eens mee naar de concerten. Nou, die wil natuurlijk altijd bij mama. En mijn man is de violist bij het concert, dus of hij wil naar zijn vader toe. Je speelt gewoon door en probeert ook contact te maken ondertussen met die kleintjes. Want dit is ook belangrijk dat je ze dan niet negeert natuurlijk. Dus ja, je blijft bij de muziek, maar ook bij je publiek. Wat ik een hele mooie ervaring vond, is dat bij een van de Ukkie-concerten dat een kindje dat eigenlijk best wel druk was van zichzelf, heel erg onder de indruk was van De Zwaan van Camille Saint-Saëns. Het is voor cello en piano en het is vooral een prachtige cello-solo. En die heeft gewoon 3,5 minuut zo gekeken naar die cello, want hij vond dat die klank zo bijzonder en hij werd er helemaal rustig van. Dus dat staat er nog wel heel erg bij, ja. Het is natuurlijk nog nu veel te vroeg als ze 4 maanden zijn. Maar we proberen ze wel te stimuleren en de ouders ook om meer naar klassieke muziek te luisteren. En wie weet ook een instrument te gaan spelen later.